Ver in de Achterhoek vind je de mooiste beken van Nederland. Ongeschonden en prachtig slingerend door weilanden en bossen. Die beken zijn de levensaders van de natuur. Planten en dieren verspreiden zich langs het water om nieuwe gebieden in bezit te nemen. De planten doen dat met zaden, die door het water worden meegenomen om soms wel honderden kilometer stroomafwaarts te ontkiemen. En zo kan het gebeuren dat er aan de rand van het IJsselmeer bomen staan die genetisch verwant zijn aan bomen hier. En dat is een behoorlijk stukje hier vandaan hoor. En nou is de vraag, kan het ook andersom? Zijn er hier ook bomen die ooit begonnen zijn aan het IJsselmeer? En om die vraag te kunnen beantwoorden, schijnen we een zorgvuldige studie te moeten gaan maken van vissenpoep. Vissenpoep. Om erachter te komen of de vissen zaden hebben gegeten, moeten ze eerst worden gevangen. Dat gebeurt elektrisch, door medewerkers van het waterschap. Zij zetten met een speciaal schepnet een klein deel van het water onder stroom. Zo worden de vissen verdoofd en kunnen ze makkelijk worden opgeschept. Ik ben benieuwd. Hoe was de vangst? Nou, niet heel veel. Niet veel? Nee. Nou, we zullen zien. Spannende dingen? Nog octopussen of wat komt er zo al omhoog hier? Ja, blank. Zal ik jou weer vast... Oh, jij weet hoe het moet. Wacht even. Zo. Een touwtje, dat is handig, ja. Zo. Ja. Oh, ja. Je hebt lieslaars aan, dat is dat mooi. Dat scheelt, hè. Kijk. Zo. Pak je hem aan. Zo, ja. Okay. Ik zie wel al iets dobberen. Wat zie jij? Ja, een vis op de kop. Die heeft veel elektriciteit nog in zijn lijf gehad. Het is allemaal bewusteloos nog. Ja, maar de meeste zitten onderin. Oh ja. Die gaan we zo bekijken. Lopen naar die emmers toe. En daar gebeurt het. Daar gebeurt het. Daar moeten we sorteren. Nou ben jij bioloog, Ger, en ecoloog en visoloog en van alles. Maar dit is dan wel het nobele wetenschappelijke handwerk, hè? Ja, dat is het ook. En we zijn geïnteresseerd eigenlijk in drie soorten. Mm-hmm. Oh. Wow, dat is een grote. Die is niet zo heel erg verdoofd. Kijk, dit is een zeelt. Ja. En die zeelt, dat is een bodembewoner. Die zoekt zijn voedsel op de bodem. Uh-huh. We hebben eigenlijk drie soorten. Dit is dus de eerste soort. Ja, die emmer 1. Die gaat in de emmers. Dit is ook weer een zeelt. Je moet er niet te hard knijpen, want dan heb je ze net beschaafd geëlektrocuteerd en dan knijp je ze alsnog. En dan, de tweede soort is de? Dat is deze. Dat is... De stekelbaars. Oh. Overgooien met vissen, dat is wel een leuke wetenschap dit. Dat was de blankvoorn. Oh ja. De blankvoorn. Die zoekt zijn voedsel zowel in de waterkolom als ook in de bodem. Wanneer kwam het in jouw tamelijk briljante brein omhoog dat je denkt, ik ga me bezighouden met poepende vissen? Ik ben al sinds 2005 bezig met onderzoek naar verspreiding van zaden. Zo noem jij het? Ja, verspreiding van zaden, dispersie van zaden zoals je wilt. Mm-hmm. Een ontzettend belangrijk proces, want ik heb jou gezien in Stijlkampveld en daar groeide wolvenlei. Ja. En dan is de gedachte bij mij altijd, hoe komt die soort daar? En daar niet en daar wel? En daar precies, wel. Dus dan heb jij ook twee mogelijkheden. Hij zit in de zaadvoorraad in de bodem. Ja. Dat is daar waarschijnlijk het geval. Maar als dat niet zo is, dan moet hij dus verspreid worden. En dat kan door de wind. Dat ligt ook aan de soort zaden. En dat kan ook door water. En water vervoert ongelooflijk veel zaden. Ja, dat denk je helemaal nooit bij na natuurlijk. Nee, dat gaat echt om miljoenen zaden die per jaar door water worden vervoerd. Ja. Maar als je een beek hebt, zoals hier de Groenloze Slinge, dan gaat het stroomafwaarts. Ja. Maar de vraag is nu, zou het ook stroomopwaarts kunnen? Nou, dan kun je denken aan eenden bijvoorbeeld, maar je kunt ook aan vissen denken. Zullen we even met deze jongen misschien? Ja. Dat we... Dat is goed. Had ze flats zo. Zit er iets in? Kijk, we zitten meteen al... Was jij ook zo'n jongetje dat al... langs de sloot. Nou, ik ving veel stekelbaarzen. Ja, soort dingen. Ja. En zat je dan ook te wachten tot ze gingen poepen? Heb je er een? Ja. Ah, hou hem vast. Dat is
Deze, is een riet voor. Dit is een riet voor. Oh, ja. Emmer 3. Oh, emmer 3. Ja. Oké. Okay. Kijk, ja. Hij wordt alweer wakker. Au! Dit is de ruimte. Ja? Er staan bakken in. Ik verdeel nu de soorten over de bakken. Ik tel ze ook. En hoe lang zitten ze er nou in? 26 uur. En in die tijd hebben ze wel gepoept. Zijn ze volledig leeggescheten, om het maar zo te zeggen. Ja. Ja. En dan gooien ze weer terug in de beek. Ja, natuurlijk. Er is niks aan de hand. Nou. Moet er nog iets bij? Nee, ze overlevert wel. Nee, dus de poep verzamel ik, die zoek ik dan uit. Dat kan ik buiten ook eventueel vertellen. Ja, mooi. Nou, veel plezier vissen. Zo, we schakelen over naar Heel Holland Bakt. Wat gaan we doen? We gaan zeven. Ja, dit is een zeef, ja. Ja, een heel fijnmazige zeef, 0,2 mm. En daar blijven de kleinste zaden op achter. Dus wat ik dan doe, nadat de vissen in die kuip zijn geweest, is dat ik het water hier overheen gooi. En vervolgens de poep die achterblijft, verzamel en uitzoek. We zullen het even demonstreren aan de hand van wat beekwater. Als je dat zou willen doen. Maar dit heb je toch een superleuk vak, Ger. Ja, dit is het mag ook. Mag je poep analyseren, zeg. Je probeert uit die vissenpoepzaad, wat een woord ook, probeer je weer iets op te kweken. Ja, want u wil wel weten als je zaden vindt of ze levensvatbaar zijn. Want als ze dood zijn, dan heeft het geen betekenis voor de verspreiding van die plant. Nee. Dus vandaar dat ik het laat kiemen. En ik heb wat kiemplanten meegenomen in de bak. Je bent goed voorbereid. Dus. Ja, ja, ja. Dit is het. Ja, en je ziet hier dus een bak van zeelt. En als je hier kijkt, dan is er een aantal planten opgekomen. Ja, als je er zelf naar kijkt, word je dan heel enthousiast? Ja, dan word ik enthousiast elke keer. Het is niet meteen een regenwoud waar je naar kijkt. Hè? Nee, want het gaat niet om grote hoeveelheden. Nee. We zien hier bijvoorbeeld dat dit is ook van zeelt. Er zijn twee plantjes opgekomen. Ja, dat is gewoon onkruid. Maar dit is echt opgekomen. Ja, onkruid zijn ook planten natuurlijk. Ja, maar ik bedoel, kom, het is wel heel ja, dit is klein. Maar zo beginnen ze. Kiemplanten zijn klein. Ja. Ja. Maar je zou, als je jouw woorden kort samenvat, kunnen zeggen dat als je een nieuwe natuur maakt en er loopt een watertje doorheen, dan heb je kans dat er van heinde en ver planten naar je gebied ja, komen. Ja, dus we wisten al dat gebeurt door water. Ook door watervogels, door eenden. Maar we weten nu ook dat vissen daarin een rol spelen. En dan ook vooral stroomopwaarts. Maar wat ga je hierna doen? Want op een gegeven moment dan weet je het. En dan, dat zien we dan wel weer. Moet je weer eens nieuws onderzoeken gaan. Ja, maar dat is. Ik ben nooit uit onderzocht, om het zo maar te zeggen. Ik vind het gewoon ontzettend leuk om dingen te onderzoeken. Ik zeg wel eens, de een maakt een wereldreis. En ik maak telkens een ontdekkingsreis wat betreft hoe de natuur in elkaar steekt. En dat boeit mij enorm. En daar wil ik nog heel lang mee doorgaan. Ja. De beken rond Winterswijk zijn bijna allemaal laaglandbeken. Ze worden gevoed door regen en grondwater. Na weken van droogte valt een aantal beken droog. Zoals hier de Ratumse Beek. Toch staan de planten langs de oever er nog vitaal bij. Zoals het klein heksenkruid. Een klein maar sierlijk plantje dat voor zover bekend maar op twee plaatsen in Nederland voorkomt. Een oud volksgeloof wilde dat wie in het bos heksenkruid tegenkwam, vrijwel zeker verdwaalde. De tonnen brug over de bovenslingen herinnert aan de oude spoorbaan die hier ooit liep. De rails van de Borkense baan zijn inmiddels verdwenen. Kijk. Maar tot de jaren 80 van de vorige eeuw tufte hier het goederentreintje tussen Winterswijk en Borken. Dwars door het Buskersbos. Wanneer kan je nou zien dat het goed gaat met een beek, met name met een bosbeek? Nou ja, aan soorten die terugkeren. Bijvoorbeeld de bosbeekjuffer is een soort. Dat moet een libel zijn. Dat is een kleine libel, een juffer. Ja. Ja, en die was jarenlang afwezig in dit traject. Die en kwam die alleen maar terug? Voor in de bek en dellen en die is nu terug. Die zit eigenlijk overal langs deze beken, langs de bovenslingen, langs de Ratumse Beek, Willingbeek. En daar zei je tegen mij, Harm, neem je meest charmante
Outfitje mee. Waadbroek aan. Want? In de beek. We gaan erin. We gaan erin. Jij hebt ze al aan? Ik heb ze aan. Hoe komen we erin? Ja, we kijken even waar we erin stappen. Daar bijvoorbeeld. Of we lopen een stukje het bos in. Dat is misschien nog beter. Zal ik daar eerst die dingen maar eens aan gaan doen? Dat lijkt me verstandig. Ja. Krijg je dat ook bij je opleiding tot bioloog? Hoe doe ik een waadpak aan? Nou, het belangrijkste is dat hij niet lek is. Dat weet ik. Ik heb hem wel een keer eerder gebruikt. Toen was hij nog goed. Maar dan was het niet zo diep. Dit bedoel ik. Let's go. En dan lopen we die kant op. Het wordt steeds mooier, hè? Ja, dat is echt een mooi stuk. Tja. Ik zie daar in de verte wat bomen over de beek liggen. Laten we nog ietsje verder lopen. Want is dat dus een goed teken, bomen over de beek? Ja, daar heb je wat structuur en dan kunnen we misschien nog maar wat vangen. En wat zou je willen vangen? Nou ja, een bosbeekjuffer larven zou ook wel, zou wel leuk zijn. Aha. Hoe lang ben je al met die beker bezig? Nou, ik werk nu een jaar of 10 bij het waterschap. Ja. Maar goed, daarvoor was ik zelfs als kind al wel dammetjes bouwen, dat soort dingen. Dat deed ik gewoon, ook, ja. Ja, in de heerlijk. Schipbeek. Oh ja. Ja. Ja, nou, ik kwam hier als kind ook wel. En gewoon spelen en lekker met water bezig zijn. Zo lang ken je dit al? Ja, ja, ik kom hier al wel. Ik ben 37. Ik kom hier echt al wel 37 jaar langs deze beek. Oh, dat. Dus dit is echt jouw beek? Ja, zo voelt het wel een beetje. En het is ook heel fijn voor jou dat jij je eigen beek kan verbeteren. Ja, en ook ziet verbeteren, ja. Ja. Dan kan jij gewoon, als je het vergelijkt met vroeger, kan je het gewoon al zien. Absoluut, zeker. Dat is een enorm verschil. Er zit geen wasmiddelen schuim meer op of zo. Nou ja, zuiveringen zijn natuurlijk gekomen. Vroeger werd gewoon op de beek geloosd. Er zat nog een slachterij op die gewoon ongezuiverd loosde. Gewoon bloed en alle troep ging gewoon de beek in. Doe maar, Laura. Serieus? Ja. Dit is wat? Zag je? Ja, dit is glad. Ik leg het kevetje even neer. Oh ja. Je hebt een handig steunpilaartje. Hoe gaan we dit doen? Even. Goed idee. Het is gewoon een glijbaan hier. Hoe diep is die gemiddeld? Nou, het kan wel een meter of anderhalf zijn. Sommige plekken wel. Dit is wel diep. Dit is anderhalf, hè? Ja. Ja. Ik loop achter jou. Zeker in de buitenbochten kan je echt diep onder. Nou, wow. Het wordt steeds zachter. Het is een aardige slibberige bodem. Geestig. Kijken of we er een zien. Ja. Het is bijna alsof je door de Amazone loopt, hè? Ja. Op weg naar de Pirarucu of zo. Ja. Ken je de Pirarucu? Nee, die ken ik niet. Dat is de grootste zoetwatervis op aarde. Die zie je meteen als hij er is. 4 meter nog wat. En die verstopt zich niet onder... Ja, dat wel. Wat had je nodig? Schoon water, snelstromend zuurstofrijk water. Wat dan weer de stuwen eruit? Stuwen eruit en bos. Bos op de oevers. Dus dit is eigenlijk gewoon zo langzamerhand de perfecte omgeving. Het is de perfecte omgeving, ja. Ik zie hier wel een vleugeltje drijven. Ja, ik zie iets blauws. Is dat een libellenvleugel? Dat is een vleugeltje van een weidebeekjuffer dus. Waarschijnlijk is hij gepakt, deze weidebeekjuffer, door een grote gele kwikstaart. Een vogel. En die jaagt boven de beek. En die pakt dus ook wel beekjuffers. In de omgeving van Winterswijk vind je langs de beken nog kleine stukjes natuur die laten zien hoe grote delen van Nederland er vroeger uit moeten hebben gezien. Overal hoor je het geluid van kabbelend water. Dwars door dit zeldzame moerasbos van bekkendellen stroomt de Bovenslinge. Het heeft de laatste maanden weinig geregend en het bos rond de beek staat nu droog. Maar na wat fikse regenbuien zet de beek zonder moeite het hele bos weer onder water. Langs de beek vinden veel vogels hun voedsel. Neem de prachtig gekleurde grote gele kwikstaart die hier aan de waterkant broedt. De kwikstaarten eten kleine beestjes die in en bij de beek leven. En een bosbeekjuffer, hoe zeldzaam ook, wordt even makkelijk weggesnaaid. Met zo'n gele wippende staart hoef ik denk ik niet uit te leggen waarom hij gele kwikstaart heet, toch?
Dit jong heeft net het nest verlaten. Een beetje fluffy, hoofdzakelijk grijs en met nog maar een klein beetje geel bij de staart heeft hij nog lang niet de pracht van zijn ouders. Het jong blijft nu nog in de buurt, maar lang gaat dat niet duren. Vermoedelijk wagen de ouders deze zomer nog een tweede en misschien zelfs een derde poging om een nestje jongen groot te brengen. Oh, je wordt het weer dieper, ja. Ja, het wisselt steeds. Geweldig. Ondiep naar weer wat dieper. De afgelopen decennia werden miljoenen geïnvesteerd in het herstel van de beken in de Achterhoek. Er kwamen vistrappen, stuwen werden weggehaald, natuurvriendelijke oevers gemaakt en oude meanders van de beek werden weer teruggebracht. Maar het allerbelangrijkste, de waterkwaliteit is ingrijpend verbeterd. Ja, er zit van alles in. Wat visjes, wat serpelingetjes. Jonge... Serpelingen? Ja, serpelingen. Hoe groot worden die? Nou, die kunnen wel een centimeter of 30, 40 worden. Echt een mooie vis. Ja, grote vis. Ja. Maar dit zijn jonkies van dit jaar. Ja. En wat nog meer? Ik zie nog een driedoornige stekelbaars, een aantal, twee. En macrofauna, die waterbeestjes. Deze mini-paling hier? Dat is een bloedzuiger. Oh, een echte? Ja. Gewoon voor hoge bloeddruk? Nou, deze zuigt niet op mensen. Dat is alleen de medicinale bloedzuiger, die komt hier niet voor. Oh, goed. Dus deze hier kan je gewoon met je blote benen... Doet niks. Mooi is die, hè? Gaat helemaal zo... Ja. Ja. En vlookreefjes. Maar ja, dit is ook een teken van een gezonde beek dus. Ja. Ja. Gewoon... Steenvlieglarven hier nog, dat is echt ook wel een indicator. Steenvlieglarven? Die... Oh ja. Zie je hem hier? Ja. Die over de bodem kruipt. Ja. Die heeft van die uitsteekseltjes, drie van die uitsteekseltjes op zijn achterlijf. Ja, dat is echt een indicator voor stroomwater. Ja, normaal gesproken zou je ze hier zien vliegen. Oem, pok, ja. Je hebt wel een onhandige hobby gekozen. Ruim toch eens wat op, er ligt overal hout hier. Dus hier zou die moeten zitten. Ja, hier vliegen ze normaal gesproken wel. Maar hoeveel zitten er dan in die hele rivier? Een stuk of vier of zo? Het zijn heel zeldzaam zo te merken. In het hele traject hier? Ja? Nou, ik denk toch wel honderden tot duizenden. Maar die hebben allemaal een soort groepsconferentie of zo. Want die zijn er gewoon niet. Ja, zeg het maar. Kijk, hier vliegt een weidebekjuffer weer. Oh ja, die heb ik wel eens vaak. Weidebek. Waar zie je die? Oh ja, dat is hem niet. Oh, mooi. Nee, dit is een bosbeek. Nee. Ja. Ach, daar zit hij. Kijk. Of is het toch een weidebeek? Even goed kijken. Ik kijk niet meer, want dan zeg ik gewoon bosbeek. Nee, het is ook een weidebeek. Weet je zeker? Ja. Hij heeft kleinere vleugeltjes. Ja, klopt, klopt. Dus is het een bosbeek? Ja, we willen het zo graag, hè? Ja, kun je hem niet neerslaan met je schep net? Waar moeten we op letten? Zie je hem ik zie hem zitten, maar wat... Ja, op zijn hele vleugel helemaal blauw gekleurd is. Dat, er geen wit vlak in zit. Geen doorzichtig vlak. Nee, vanaf hier zie ik hem, het is een weidebeekje van. Oh ja. Als het licht er net wat anders opvalt dan... Klierbeest. Ja, het lijkt erg op elkaar. Ook mooi. Ik vind wel mooi dat ook als je een heel zeldzaam beest zoekt, dat je hem ook gewoon niet kan vinden. Dat is natuurlijk ook wel goed. Tja, we hebben hem dus niet gevonden. Dat bewijst maar, de bosbeekjuffer is nog steeds een zeldzame verschijning. Maar wel van een ongelooflijke schoonheid. De mannetjes hebben een blauw metaalglanzend lichaam en vrijwel geheel zwarte vleugels waarover een blauwe glans zweeft. Door watervervuiling in de jaren 70 ging het erg slecht met de bosbeekjuffer. Maar hier, ook al zie je hem niet altijd, komt hij langzaam terug. Veel dichterbij gaan we niet komen, hè? Nee, dit zijn de larven van de bosbeekjuffer. Ja. Ja, we hebben ze niet zien vliegen, maar de larven hebben we wel gevangen. Ja. In dit geval twee. Hoe weet je nou heel zeker dat het niet de larven van de weidebeekjuffer zijn? Ja, dat moet je op het laatste segment kijken. Echt waar? Ja, dat is echt. Dan hebben we ze toch gezien. Maar dan niet in vliegende toestand. Nee. Oh, dat vind ik wel mooi. Kijk, bij de weidebeekjuffer is dat laatste segment, hè, dat dingetje wat hier zit, zit echt duidelijke streepjes op. Okay. En de bosbeekjuffer is
Dus dit is hem. Is dat niet? Dit is hem wel. Hoe lang voordat hij gaat vliegen? Deze komen volgend jaar sluipen ze uit. Dus ja. Dan vliegen ze volgend zomer vliegen ze rond. Tot volgend jaar, jongens. Ze zitten er echt. Ze zitten er zeker. Je hebt niet overdreven. Nee. Ben je nou klaar? Want sinds je nulde heb je je leven aan deze beek gewijd in de laatste 10 jaar fanatiek. En nou, de Weidebeekjuffer is er en de Bosbeekjuffer is er. Het is af. Ja, ja, in die zin is het af. Maar het waterschap heeft nog steeds wel wensen om de beek nog verder te verbeteren. Hoe? De waterkwaliteit verbeteren. Er zit nog steeds relatief veel meststoffen in het water. Die spoelen uit van landbouwgronden. Kom je toch weer bij die boeren uit? Ja, dan kom je daar bij de boeren uit. En er worden ook wel maatregelen bij boeren zelf op hun land genomen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld het toevoegen van extra organische stof. Dat minder snel het water naar de beek toestroomt. Hoe lang duurt het nou voordat deze joffers de Veluwe bereikt hebben? Want daar willen we naartoe. Nou ja, op de Veluwe heb je ook een aantal hele mooie beken. Ik heb geen idee. Ze zitten nu hier, 50 kilometer verderop. Zouden ze ook naartoe kunnen vliegen, maar gebeurt op dit moment nog niet. Maar doen ze gok, wat denk je? Ja, als iemand het nou weet, ben jij het. Tussen nu en 10 jaar. Dus je moet nog 10 jaar er tegenaan, Matthijs. Inderdaad. Is dat beloofd? Dat is beloofd. Kijk. Mooi. Een van de meest markante bewoners van de Achterhoekse beken is de ijsvogel. In een hoge steilwand langs de bovenslingen heeft een paardje ijsvogels hun nest gegraven. Dat nest kan wel een halve meter diep zijn. Voordat er gaat worden gejaagd, wacht eerst een flinke wasbeurt. Want schoon is het niet in een nest met misschien wel 6 of 7 kleine, poepende ijsvogeltjes. Het paardje vliegt af en aan, want de jongen hebben honger. Verderop in een open stuk van de beek hebben vader en moeder de ideale visplek gevonden. Het vrouwtje, te herkennen aan de oranje vlek op haar ondersnavel, draait de vis in haar bek met de kop naar voren. Zo kan het visje makkelijk bij de jongen naar binnen. Ijsvogels zullen dit seizoen proberen 2 of misschien wel 3 nestjes groot te brengen. Maar daar heeft moeders nu nog even geen zin in. De dag zit erop. En ook al heb ik niet gevonden waar ik voor kwam, toch heb ik een heel voldaan gevoel. Want die prachtige beken in de Achterhoek zijn de afgelopen 20 jaar veel beter geworden. En dat is goed nieuws. En als je naar dit prachtige coulissenlandschap kijkt, waar hele zeldzame, onvindbare natuur is, dan word ik een blij mens. Want hij zit er wel ergens. Wil je alles weten van onze prachtige natuur in Gelderland? Ga naar ons buitengewoon platform www.buitengewoon.nl voor het laatste nieuws en de mooiste foto's. Download prachtige wandelroutes en deel jouw natuurervaringen met de rest van Gelderland op buitengewoon.nl. Ik zou het doen.